In deze aflevering gaan we naar Oosterwijk voor een expositie van het werk van Herman Brood. Zien we hoe een andere expositie zorg en welzijn verbindt met kunst. En spreken we met creatieve duizendpoot en nachtburgemeester Frans van der Meer. Welkom bij Cultuur. De rebelse rocker Herman Brood is helaas al een tijdje niet meer onder ons. Gelukkig heeft hij een aantal mooie dingen nagelaten waar we nog steeds van kunnen genieten. Zoals bijvoorbeeld zijn kunstwerken die binnenkort in Galerie Oosterwijk te zien zijn. Samen met het werk van Wilna van de Heuvel en Mariette van Erp. De snelheid waarin die werken zijn neergezet, en dat vind ik naast de composities die heel goed op de doeken en op het papier zijn weergegeven, is ook de hoge snelheid waarmee hij dat deed. Dus, en dat is heel kenmerkend voor Herman Brood. Ik vind dat hij onvoldoende erkenning heeft gekregen, maar heeft op latere periode behoorlijke erkenning gekregen dat hij in het Groningen Museum zijn tentoonstelling mocht houden. En in het Cobra enzovoort was hij vooral op geïnspireerd en uiteindelijk heeft hij daar zijn erkenning gekregen. En terecht ook. En het werk van Brood is niet het enige werk wat op dit moment in uw galerie te zien is. Kunt u wat vertellen over de andere kunstenaars en hun werken? Ik heb gezocht naar een combinatie tussen Herman Brood, het kleurrijke figuratieve werk van hem, enerzijds, en bronzen erbij gezocht van Wilna van den Heuvel en Mariette van Erp, dat vrij meer abstract is en daarin een soort paradox kan neerzetten tussen de kunstenaars. En dat vond ik wel, en dat vind ik ook spannend om dat in een soort compositie terug te brengen. En vooral in het achtste deel van een galerie zie je duidelijk die tegenstellingen. En dat vind ik wel heel mooi om daar op zich daar een kunstwerk van te maken. De expositie gaat aanstaande zondag open om 2:30. Wordt ingeleid door Dr. Stommers, kunsthistoricus, gespecialiseerd in heel veel kunst als historicus. En hij gaat duren tot 23 december. Dus mensen hebben alle tijd om hier te kunnen komen genieten van de prachtige tentoonstelling in al zijn variatie. Uw werk staat permanent in de Galerie Oosterwijk. Kunt u wat vertellen over wat voor werk u maakt? Ja, ik heb jarenlang vooral geschilderd. Daarna overgegaan naar meer tekenen. En tekenen en schilderen proberen te verbinden. Dus het werken met lijnen, grafische werk, vind ik boeit me heel erg. En daar kan ik ook mijn boodschap in kwijt. Alles wat in mijn omgeving langskomt wat te maken heeft met kwetsbaarheid. Ja, dat boeit me, spreekt me aan, raakt me en dan kun je dat makkelijker vertalen in de kunst. Dat is ook iets wat dichtbij is en wat ik nu ook zie in de politiek, in de vluchtelingenstroom. Eigenlijk altijd thema's die binnenkomen. Ik werk veel met landschap en met natuur. Ik kom uit Gemert, dus dat is echt van oorsprong een boerendorp. En ik ben echt verbonden met het landschap. En die tekeningen, die zijn eigenlijk de basis onder mijn werk. Ja, dat kun je eigenlijk in al mijn werk wel terugzien. Ja, het is eigenlijk dezelfde achtergrond als die grote. Het is allebei een nat veld, dus veel regen en de winter is er overheen gegaan, het is kletsnat, het blinkt. En ja, dat is allebei de achtergrond van dat werk. Nat land. Hoe heeft u eigenlijk al dat werk verzameld in de loop der tijd? Ja, dat is begonnen eigenlijk al heel lang geleden.
En ik was al een Heiboer-fan, maar ik hou van, een beetje van mensen die rebels zijn. Ik ben zelf ook volgens mij nogal rebels, als je mijn leven zou kennen. Er is ook een boek over mijn leven geschreven, maar ik ben eigenlijk het meest gecharmeerd van mensen die niet op de paden lopen, maar ernaast lopen. En dat heb ik zelf ook gedaan namelijk. Dus ja, dat is, vind ik het meest interessante in het leven. Hè? Anders wordt het een saaie boel. Ja, toch? Is dat ook wat Herman Brood voor u persoonlijk betekent? Ja. Er zijn mensen daar haal ik ook inspiratie. Ik heb ook in de stijl van Herman Brood zelf schilderijen gemaakt. Die was ik ook zo kwijt. Maar op een zeker moment ben ik gestopt omdat ik andere activiteiten erbij kreeg en drukker kreeg. Dus ik heb daar, maar nu begint de tijd weer te komen dat ik weer ook zelf gaat schilderen en zo. Er is een tijd geleden natuurlijk ophef geweest over de werken van Herman Brood, over de echtheid erin. Ja. Hoe kunt u garanderen dat de werken die u heeft, dat die echt zijn? Ik ga er vanuit dat ze echt zijn. Maar garanderen is een andere zaak. Ik heb wel van een aantal werken certificaten. Die ook getekend zijn door die foundation of door de Herman Brood, ook door Van Dijk. En daar moet ik het mee doen. En dan moet ik ook geloven dat zij de goede wil zijn en de goede trouw zijn. Maar garanderen in de kunst, of dat je nou een appel neemt of dat je een andere neemt. U kent Geert-Jan Jans misschien ook van naam. Geert-Jan Jans is een bekende vervalser. Ik heb de werken van hem ook, omdat hij toch nog wel flink aan de weg timmert. Ik denk dat ik de werken die ik hier heb, dat die echt zijn. Zou het voor u uitmaken als blijkt dat een van de werken die u heeft, dat die niet echt zou zijn? Het maakt me wel uit, want ik wil dat eigenlijk dan niet verkopen als echt. Dat is één. En twee, voor mij maakt het niet uit. Ik vind het beeld mooi, het spreekt me aan en daarom heb ik ze genomen. En anders zou ik het niet hebben gedaan. Dus kunst blijft altijd een risico. Kunst en zorg. Een rare combinatie, zou je zeggen. Toch is in de Kunstlok een expositie te zien die deze twee dingen combineert. De kunstenaars voelen zich maatschappelijk betrokken en laten dat zien in hun projecten over bijvoorbeeld dementie, autisme en intimiteit bij ouderen. Wij zijn hier bij Kunstlok Brabant en wij proberen de kunsten in Brabant te ondersteunen. En wat we ook proberen is om ze met de samenleving te verbinden. En wij denken dat kunstenaars heel veel kunnen betekenen voor de zorg en voor het welzijn van mensen. En daar ben ik al een aantal jaar mee bezig, met exposities, inspiratiebijeenkomsten, magazine. En dit is eigenlijk... na 4 jaar is er een tweede blad uitgekomen en met inspirerende projecten om mensen aan te zetten om die projecten te gaan beginnen. Want het doel is eigenlijk toch ook om de creatieve sector met de zorg- en welzijnssector te verbinden. Hoe belangrijk is dat? Heel belangrijk, denk ik. Omdat kunst je kunt gewoon kunst maken voor jezelf. En daar zelf zijn heel veel mensen die vinden het heel fijn om iets te maken. Dat is er sowieso al. Maar het is ook zo dat we kunnen ook heel veel betekenen voor anderen. Dus als je zelf werk maakt, is het soms moeilijk om te verkopen. Maar die creativiteit die je hebt, dan kun je misschien wel ergens anders inzetten. Waar ze zitten te wachten op nieuwe ideeën of een andere inzicht. En daar zijn kunstenaars en ontwerpers goed in. En je zei dat je hier al enige tijd mee bezig bent. Merk je dan ook dat de zorgsector of welzijnssector wel voor open staat? Ja, het is wel echt nog een groeiende beweging, landelijk eigenlijk. Maar er zijn zorginstellingen die echt willen proberen van hoe kunnen we het nou op bepaalde punten anders aanpakken. Of willen ze dat ook graag doen, omdat de zorg is ook heel verstrikt geraakt in bezuinigingen. Zoveel minuten voor dit, zoveel minuten voor dat, maar geen tijd meer voor het goede, gewoon een goed contact. En kunst kan daar een rol in spelen, ook in de omgeving. Dus de omgeving heeft ook invloed van hoe je voelt. En daar kan kunst ook een rol in spelen. Er is een nieuw begrip in de zorgwereld, dat heet positieve gezondheid. En dat wil zeggen dat je dus niet alleen maar je lichaam goed functioneert en je een pil nodig hebt als er iets aan de hand is. Maar dat eigenlijk andere aspecten ook belangrijk is van hoe je jezelf gezond voelt. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met zingeving, sociale contacten. Er zijn een aantal aspecten daarbij. En kunst die scoort heel goed op zingeving. En ook verbondenheid. Als je samen
Als je samen in bijvoorbeeld kunst maakt, of dat kan ook gebruikt worden voor goede sociale contacten. En dat het toch iets verder gaat dan iets vrijblijvends. Je hebt hier in Tilburg een heel mooi initiatief, dat is het Living Museum. Daar ga ik van de week een kijkje nemen. Dat is een initiatief van vrijwilligers, waarbij mensen die eigenlijk op allerlei vlakken buiten de boot vallen, samen bij elkaar gaan zitten om kunst te maken. En zo het gevoel hebben van, kijk, ik doe ertoe, ik ben iemand en ik kan me uiten op deze manier in plaats van in woorden of in dossiers. Of bijvoorbeeld, hè, maar ook jongeren. Eigenlijk iedereen. Maar ja, je moet er wel iets mee hebben natuurlijk. Deze expositie, wat is hier onder andere te zien dan nog meer? Ja, we hebben een greep van de diversiteit. Dus we hebben oudere dames die praten over intimiteit. Van hoe is het nou eigenlijk als je ouder bent? Waar denk je aan? Wat zijn je verlangens? Dus een mooie fotoproject en ook geluid. Je kunt ze vertellen. Hoe zij dat beleven. En dat is meestal een onderwerp waar het niet over gaat. Want daar heb je het dan niet over. Want de mensen zijn oud en die doen er niet meer aan of zo. Hè? We hebben ook meer toegepast werk. Het is bestek voor mensen die met iemand die taaislijmziekte heeft. Om samen te eten. Dat de omgeving zich eigenlijk kan aanpassen aan degene die iets niet kan. In plaats van andersom dat degene die iets niet kan zich moet aanpassen. Een spel om autisme beter te begrijpen, dyslexie. We hebben ook pleisters van laurierolie. Wat misschien in de toekomst een goede pleister kan worden om je wonden te verzorgen. Dat is dan weer van een laurierteler. Dus het is heel verschillend. Je vertelt me net ook dat je een magazine uitbrengt, We Care. Wat houdt dat magazine precies in? Daar staan eigenlijk allerlei projecten in om heel aantrekkelijk met mooie foto's en korte teksten van waar gaat het eigenlijk over en wat is de bedoeling. Om een beeld te geven van wat is dat nou, die kunst en die zorg. En wat denken we dan aan? Want dan denken we ook aan dans, muziek, theater. En er staan ook interviews in met een paar wetenschappers die dan vertellen van dat het werkt. Ja, dus ook het proberen de wetenschap erbij te halen. Dat ik zoveel mogelijk ook uitspraken van mensen heb die aan projecten meegedaan hebben. En er zijn mensen bij, zeker bij de oudere projecten. Daar gaat in West-Brabant is een heel groot project van de GGD. Waarbij mensen ook vertellen van dat ze niet hadden gedacht dat ze dat nog in zich hadden. Omdat ze eigenlijk op oudere leeftijd denken van nou ik kan het niet meer of ik ben te oud. Maar dat ze ertoe doen. En dat is elke keer de rode draad. Dat mensen aangesproken worden op hun mens zijn en niet op een gebrek of een beperking of buiten de boot vallen. Maar gewoon dat ze gewoon van wie ben je nou als individu? En dat is waar de kunst ook de zorg raakt. Het zijn natuurlijk allebei domeinen die met mensen werken en die het belangrijk vinden. Het gaat altijd over de mens die centraal staat. En ja, dat is in allebei, dus ook in de zorg en welzijn en in de kunst ook. Dus ja, goede combinatie. Deze expositie, tot wanneer loopt die nou? Tot 30 september. Het is alweer een tijdje geleden dat we Frans van der Meer hebben uitgelicht hier bij Cultuur. Sinds we hem hebben gesproken heeft hij een aantal indrukwekkende dingen meegemaakt. Zoals het winnen van de Advinkeprijs en de benoeming tot nachtburgemeester. Een reden om terug te kijken naar ons interview. Dag dames en heren, welkom bij Ken uw taal. Ja, ik kom hier vaker. Ik ga vaak wandelen in de Oostenrijkse bossen. Is dat voor de inspiratie of voor de ontspanning of ja, voor de rol? Eigenlijk, je zegt het alle drie. Voor de inspiratie, voor de ontspanning en voor de lol. En om te proberen niet te veel na te denken. En wie weet, want nadenken doe je toch, krijg je wel een fantastisch idee. En niemand was meer ziek, en iedereen was mooi. Nooit meer eenzame nachten, en geen psychische klachten. Geen vogel zat meer in een kooi. Ik kreeg toen ik klein was mijn eerste
poppenkast. Ik denk, ja, hoe oud zou ik zijn geweest? Een jaar of 6, 7. En toen begon ik met zelf poppen maken en zelf decortjes bouwen en zo. En weer een paar jaar later ging ik invallen voor mijn tante die poppen speelde op communiefeestjes. Toen ging ik samen met mijn collega Jeroen daar poppenkasten voor 75 gulden. En ja, ik ben eigenlijk nooit opgehouden met poppenkast spelen. En dan, dan ben je op een gegeven moment professioneel poppenspeler. Hè? Toen ben ik een Mexicano en een Friesen thee. Een lihapboutje en een kaassoufflé. 5 kroketten en 3 tarteletten. En geef ook maar een smulrol mee. En het poppenspelen, dat is een van de vele dingen die je doet. Ik denk dat als het lijstje maakt met dingen die je niet doet, dat we dan sneller klaar zullen zijn. Ja, je zou kunnen zeggen dat al die disciplines eigenlijk samenkomen in het poppenspel. Omdat, je bent dus vormgever, poppen maken. Je bent schilder, je kunt decor schilderen. Mijn poppen zingen liedjes, dus mijn eigen composities en mijn eigen teksten. Je schrijft teksten voor je poppen, dus zodoende is het eigenlijk een multidisciplinaire dinges. Je bent zelf binnen Tilburg en de directe omgeving, kennen de meeste mensen Frans van der Meer. Maar als je daar buiten gaat kijken, dan is het er al... Ferry van der Zaan, een van jouw bekendste creaties, die wellicht de grootste bekendheid heeft. Vind je dat af en toe jammer? Vroeger wel, ja. Want eigenlijk in de pre-internetperiode, een van mijn poppen is... Ja, Ferry is altijd een van mijn poppen geweest. En die kreeg die hit, hè, Do Men in a Mexicano. In de pre-internetperiode. Dus eigenlijk kreeg ik niet duidelijk gemaakt wie Ferry nou eigenlijk was en wat hij deed en zo. En ik werd daar zelf mee geassocieerd. Ik kreeg vaak een telefoontje. Hey Ferry, kun jij komen spelen? Toen zei ik altijd, probeerde ik dat altijd uit te leggen. Ja, dat is een pop, hè? Oh, dat maakt niet uit. Fijn, ik had het idee dat ik niet zo goed begrepen werd. En tegenwoordig heb ik daar niet zo'n last meer van. Oké, en dat is omdat je eraan gewend bent of word je ondertussen ook beter begrepen? Ik denk dat ik beter begrepen word, want ik zet gewoon bijvoorbeeld op mijn Facebookpagina dit doe ik, hier ben ik mee bezig. Ik zing een liedje zonder pop en dan krijg ik daar een like voor. Ja, Robert, wat is dit? Nou, deze hand, die hebben wij gevonden bij het burgemeester van de Mortenplein. Ja. Waar de jongeren elkaar aan het bekogelen met illegaal vuurwerk. Oh, dat is niet zo leuk. Nee, dat is niet zo best. Nee. Het is helemaal niet prettig verlopen, zoals je ziet. Nee. Hebben wij daar een bordje geplaatst. En op het bordje staat, liever niet. We gaan ervan uit dat de jongeren daar een les uit zullen. Dat ze zoiets hebben van, goh, doen we gewoon niet. Ja, dat is niet tof. Ja. Laatste vraag, Robert. Ga je met de tram of met de lift? Oh, ik ga met de lift. Oh, dag. Dat was Robert van de gemeente. Dan volg de weg. En dan kom je vanzelf bij Natuurmonument uit. Niet door de bossen. Nou, een beetje daarheen. Oké, dan volg je langs weg. De weg. Ja, dankjewel. Dag. Nou, kunnen we nog andere dingen van je verwachten de komende tijd? Nieuwe dingen? Ja, ik ben bezig met klassiek repertoire. En ik hoop nog nog composities te maken. Er staat wellicht een carnavalslied op stapel. Nog niet helemaal zeker, maar wie weet. En dan als Frans of als Ferry? Het is een creatie van mij. Maar ik hou het nog even geheim. Want misschien gaat het wel niet door. Dat is nog even spannend. Dus ja. Is er nog een bepaalde boodschap die jij met je werk mee wilt geven? Nee. Nee. Hoewel, ik zal er eens even over nadenken. Is er een boodschap? Ik zou eigenlijk wel inderdaad... als ik de toestand in de wereld in oogenschouw neem, zou ik graag de mensen iets leren om daar iets tegen te doen. Tegen de wantoestanden in de wereld. Maar helaas, ik weet niks.
En het zou wel handig zijn als iemand de oplossing had voor alle problemen natuurlijk. Ja, de oplossing voor alle problemen die zou ik heel graag aanbieden aan iedereen. Maar voorlopig moet ik er nog even over nadenken. Zo zou het kunnen zijn, als vreugde net zo groot was als mijn pijn. Wat een feest werd het wel niet, als vreugde net zo groot als mijn verdriet. De cultuuragenda van 20 tot en met 26 september. Het spiksplinternieuwe jazzfestival Make It staat op het punt Tilburg over te nemen. Op vrijdag en zaterdag kun je door de hele stad een muzikale explosie van jong jazztalent vinden. Dit jaar is de eerste editie, maar mogen er nog vele volgen. Op 22 september organiseert het Oranje Fonds weer de Nationale Burendag. Maar buren zijn niet alleen de mensen die al jaren naast je wonen. Ook zijn het de nieuwe buren in het asielzoekerscentrum in de buurt. Daarom gooien de AZC's in Gilserijen en Oosterwijk hun deuren open voor een open dag waar iedereen welkom is om een kopje koffie te drinken. Het oogstfeest wordt in Nederland eigenlijk niet meer gevierd. Maar toch is het belangrijk om even stil te staan bij het voedsel wat we verbouwen. Op 23 september wordt daarom het kinderoogstfeest gevierd. Een educatief en lekker evenement voor kinderen om goed lokaal voedsel te vieren. In Theater de Nieuwe Vorst kun je deze week op roadtrip door Azië. Lucas de Man neemt je mee op een betoverende reis door middel van film en gesprekken met locals uit 6 Aziatische megasteden. Het gedicht deze week is er eentje uit de oude doos. Dit in tegenstelling tot Code Latium zelf. Biep Udenhout op een dinsdagmiddag. Een kind, haar armen vol met prentenboeken. Van voorpret lukt het niet om stil te staan. Ze gaat voortijdig naar de uitgang zoeken en wakkert daarmee de alarmbel aan. Aandoenlijk zoiets. Het is haar snel vergeven. Wanneer ze eenmaal afgestempeld zijn, komt haar geleende sprookjesrijk tot leven. Een rijk voorbij plus Venmans en het plein. Nou nog een stukje naar de auto lopen. De stapel boeken valt haar lang niet zwaar. En gaat direct haar eerste boekje open, begeeft ze zich naar weten wij veel waar. Een kind, haar armen vol met prentenboeken. Een overvloed aan mooi gedachtengoed. Waar wij slechts narrig een parkeerplek zoeken, gaat zij een nieuwe wereld tegemoet. Dit was alweer de aflevering van Cultuur voor deze week. Vergeet niet om onze Facebookpagina te liken. En als je een aantal cultuurafleveringen wilt binge-watchen, kijk dan op het YouTube-kanaal of de website van Omroep Tilburg. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.